Ik ben hier begonnen. Ik vind het ook een feest om hier mijn 50-jarige jubileum te vieren met dit stuk. Dat vind ik echt, dat doet mijn hart heel erg goed. Het hoogtepunt in 50 jaar, nee, dat kan ik je niet geven. Ik heb heel erg gehouden van Elektra, De Kleine Zielen, Shirley Valentine, Liefdesbrieven en Wilhelmina. Er zijn er vast nog veel meer, maar... Die pik ik er zo'n beetje uit. Het gaat over Madame Rosa, een Joodse vrouw die prostituee is geweest, nu oud is en zorgt voor een aantal kinderen van de boertjes in de buurt. Kinderen worden ouder, gaan de deur uit en er blijft er eentje over, Momo, waar ze dol op is. En op een dag wordt er aan de bel getrokken en komt zijn vader hem halen. En het stuk vertelt wat er dan gebeurt. Ik ga niet alles vertellen. Nee. Ik heb ter les gegeven op de toneelschool in Maastricht. Ja, en toen hebben we elkaar heel lang daarna niet meer gezien. Tot het moment dat ik gevraagd werd om Wilhelmina te spelen in Soldaat van Oranje. En toen heeft hij mij geregisseerd. En dat vonden we kennelijk allebei erg plezierig. En daar is uit voortgekomen dat hij het leuk vond om dit stuk te regisseren. En ik vind het heerlijk dat hij dat wil gaan doen. Ik ben heel ontvankelijk, hij mag me alles zeggen. En ik ga proberen om in ieder geval zijn droom een beetje waar te maken.